Ik ben hier gekomen uit solidariteit met Joke Caviar, die hier vandaag terecht staat wegens opruiing waarvan ze wordt beschuldigd. Ze heeft een aantal teksten geschreven op internet waarin ze stelling neemt tegen het vluchtelingenbeleid, deportatie van vluchtelingen, het opsluiten van vluchtelingen, de dood injagen van vluchtelingen. Zij roept op tot actief verzet daartegen. We vinden dat ze daar groot gelijk in heeft, dat ze dat recht moet hebben. En het is een schandaal dat ze daarvoor voor de rechtbank wordt gesleept. En daarom sta ik hier. Zonder informatie niet worden binnengelaten. Ik heb de rechtbank gevraagd waarom dat zo is. En dat wil men niet zeggen. Het is een besluit van het bestuur van de rechtbank. Waarin men zegt, ja, gisteren mocht iedereen hier zonder legitimatie naar binnen. Vandaag wil het van iedereen weten. En morgen kan het weer anders zijn. Dus ik kan daar dit moment niks aan doen, want de beslissing is van het bestuur van de rechtbank en niet van de rechtbank die over de zaak oordeelt. Dat zou een andere situatie met zich meebrengen. Maar dat hebben ze van elkaar gescheiden. Ik geloof absoluut dat Joke zal doorgaan. Als ze haar echt opsluiten, zullen er andere mensen opstaan die precies hetzelfde doen. Mensen zoals ze hier staan laten al zien dat ze doorgaan met de strijd. Ik zal doorgaan, anderen zullen doorgaan. Ze kunnen dit vuurtje echt niet blussen. Daar geloof ik helemaal niet zo. We gaan hoe dan ook door, hoe dat ook afloopt. En hoe mensen kunnen helpen, Joke? Zich laten horen. Naar haar site gaan, www.jokekaviaar.nl. Naar haar site gaan, de teksten die erop staan, kopiëren, overnemen, verder verspreiden. Naar de site van de steungroep 13 september gaan. Dat zijn de mensen die actief zijn rond dit proces. Naar die site gaan, zich informeren over wat er speelt. Artikelen die daar staan, delen op internet, delen op Facebook als ze dat gebruiken. Ze kopiëren en aan collega's geven. Verspreid het nieuws, verspreid het verhaal, verspreid het verzet. Dat zou het verhaal kunnen zijn. Meneer. U mag buiten filmen. Ja, maar je buiten, kan geen geweld gebruiken. U mag buiten filmen. Hij is buiten, ja. Dus gaan we naar binnen. Ja? Ja. Doeg. Goeiedag. Hij staat de hele tijd. Waarom, wat is het probleem? Waarom ben je zo gewelddadig? Ik ben niet gewelddadig. Jij bent. Nee, je bent best agressief. Daar is je hokken. Camera mag uitbuiten. Jij van daar. Wilt u van me afleiden? Nee. Van nee. Waar zijn die onderdelen? Nee. Nee. Ja, praat geen discussie met hem. Nee, je praat met niks. Terug naar binnen, jij. Heel goed. Je komt wel op televisie op die manier, dat is mooi. Ik denk dat het belangrijkste is, we gaan ons niet bang laten maken. We gaan niet in onze schulp kruipen. Ook niet door de belachelijk grote aantallen politieagenten die hier om ons heen staan. Omdat ze bang zijn voor God weet wat. We gaan ons niet bang laten maken. We gaan door met onze strijd tegen het schandalige vluchtelingenbeleid. En tegen de pogingen om stemmen van verzet te smoren en het vuurtje te doven. Dat gaat ze niet lukken. Dat is een makkelijke stelling, toch? Ja, dat is niet oneens mee zijn. Heel goed. Ik ben ook helemaal mee eens. Kijken. En Joke Caviar zelf zal aan het eind van de dag een laatste woord uitspreken. Ook een lange statement maken. Waarom niet zij aangeklaagd zou moeten worden, maar juist het vluchtelingenbeleid aangeklaagd moet worden. En ze zal degene hekelen die daar verantwoordelijk voor zijn en die daaraan meewerken. Nogmaals oproepen tot de noodzaak van verzet daartegen. Dat zal zij doen. En dan is het maar afwachten wat de rechtbank beslist. Maar wij vinden het sowieso al een schande dat ze voor de rechter wordt gedaagd wegens deze hele toestand. Ze staat volkomen in haar recht. Het is hard nodig dat er verzet wordt gepleegd tegen het vluchtelingenbeleid. Het is hard nodig dat er wordt opgeroepen tegen het verzet. Als dat illegaal wordt verklaard, ja, dat is op zich al een schandaal. En daarom is het belangrijk dat we met z'n allen voor haar opkomen. Want vandaag is het zij, morgen kan het iemand anders zijn die precies net zulke dingen naar voren brengt. Net zo oproept tot principieel verzet. En die kan dan ook worden weggesleept en aangeklaagd worden. Dus het is belangrijk dat we haar helpen in haar verdediging. Want het gaat niet om haar persoonlijk, het gaat om een aantal principes. Het gaat om het recht op verzet tegen groot onrecht. Wij vinden het nodig dat die strijd doorgaat en wij vinden het nodig om degene die daarvoor hun nek uitsteken, om daarvoor ook onze nek uit te steken. En daarom staan we hier.